Hallo, in deze video ga ik jullie laten zien hoe je het bekje maakt van Sjaan het schaap. Deze behoren bij de kleine pantoffeltjes van Sjaan. Ik heb oud roze garen en pen 3,5. Wat we gaan doen, we gaan eerst een ketting maken van 7 lossen. Even een lusje. Zo. Zeven lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat is nummer 7. Nu gaan we de eerste steek overslaan naar de pen en de tweede steek vanaf de naald ga je een vaste haken. Oh. Tweede steek vanaf de naald. Doe je een vaste. Daarna doe je nog 5 vasten. 4 vasten. 4 vasten. Dan hou je nog 1 over en in die laatste lus, laatste steek, doe je 3 vasten. 1, 2 en dat is nummer 3. Trek het staartje even aan. En je gaat aan de volgende kant verder. Ik haak altijd het staartje tussen de steken mee. Wat we nu gaan doen, we gaan weer 5 vasten haken. 1, even kijken hoor, 2, 3, oh, wacht, die heb ik niet goed gehad. Als je door een camera moet kijken, wordt het al een beetje moeilijker allemaal. Ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen. 3, 4 en de laatste hier tussen, nummer 5. Nu ga je gewoon dit draadje afknippen. Ik zal even mijn schaar pakken. Ik knip het draadje af. En je haalt hem gewoon zo door. Dit is het begin van het bekje van Sjaan. De eerste ronde. Ik zie jullie zo in de tweede ronde. Daar ben ik weer. Jullie hebben nu dit gemaakt. In feite is dat het tongetje of onderkant van het bekje waar je maar wilt zeggen. Maar we gaan nu de tandjes doen. We pakken deze lus op. De eerste, gewoon aan de goede kant werken. Doen we continu. En we pakken hem op. Doen we lossen. En in diezelfde steek doen we ook een vaste. Vervolgens doe je weer 5 vasten. Dus in totaal, dus 1, dat was 2. 3, 4 en dat is nummer 5. Dan hou je in principe hier 3 steekjes over. 1, 2, 3. Die gebruiken we straks. We gaan weer het draadje afknippen. En we trekken weer gewoon door. We gaan nu aan deze kant verder, dus we slaan 3 over, 1, 2, 3 en we starten hier weer met wit. We pakken weer het witte draadje erbij,
Doen we het precies hetzelfde als de vorige keer. Trekken hem erdoor. 1 losse. En 1 vaste. En we doen er weer 4 vaste bij. 1. 2. 3. En in de laatste, dat is nummer 4. Weer gaan we het draadje afknippen. Dat is een hele troep allemaal achter, maar vooruit. En we trekken hem weer door. In principe heb je nou de tandjes gemaakt van het bekje. We gaan nu verder met grijs naar ronde nummer 3. En ik ben zo bij jullie terug. Ik ga eerst even een paar draadjes afhechten. Anders wordt het wat te veel van het goede. Tot zo! Daar ben ik weer. We gaan nu verder met het grijze. We beginnen weer in de eerste steek. En dan pakken we de grijze draad. Doen we neer precies zoals zo net. We halen door. We maken een losse en een vaste in dezelfde steek. En we doen weer 4 vasten. 1, 2, 3 en de laatste, dus nummer 4. Wat we nu gaan doen, we gaan nu hierin werken, bij de roze en de witte. Dan doen we een half stokje, dus we slaan om en we gaan daarin, we maken een half stokje. Ja. Dan gaan we in de volgende steek, de roze, 2 vasten haken. 1. Dat is nummer 2. En dan doen we, ik haak het weer het draadje gewoon tussen mee, hoef ik het niet af te hechten. En dan doe ik hier weer in de volgende steek 2 vasten. Blijft er nog 1 roze steek over. En ook daar doe ik weer 2 vasten. 1. Dat is nummer 2. Nou kom ik weer hier aan bij de roze en de witte in hetzelfde steek. En dan doe ik weer een half stokje. Zo ga ik onderscheid maken tussen het ondereind en de tanden van Sjaan. Dan ga ik in deze gewoon weer een vaste haken. En dat doe ik weer 5 keer. 1, 2, 3, 4. En bij de laatste, dat is nummer 5. Maar, in die laatste, want we gaan namelijk gewoon de bocht om. Ik laat het staartje even voor wat het is. En ik pak het andere staartje. In dezelfde steek gaan we nu ook nog 2 vasten haken. Want we gaan natuurlijk de bocht om. 1. En dat is nummer 2. Wat we nu gaan doen, we gaan nu hier een vaste haken. Gewoon ertussen. In het roze. Zien jullie dat? En dan gaan we ook hier een vaste haken. En dan pakken we hier weer tussen een vaste. En dan kom je in principe bij de eerste steek uit, waar je een losse en een vaste hebt ingehaakt. Daar ga je nu 2 vasten in haken. 1. En nog 1. Dat is nummer 2.
Dit is in principe het bekje van Sean. Je gaat gewoon de draad afknippen. En je trekt hem weer door. En je gaat nu gewoon al die draadjes... Kijk, die heb ik meegehaakt, dus die hoef ik niet af te hechten. Deze heb ik ook meegehaakt, tussen de bedrijven door. Dus ik hoef wel in principe die bij de grijze, weet ik niet hoe dit zit. Heb ik die ook meegehaakt? Nee. Dus in principe hoef ik alleen maar de beide grijze af te hechten. Die kan ik gewoon afknippen. Zien jullie de bedoeling? Dit is het bekje van Sean. Ik zou zeggen, veel succes!